We staan hier in Nijkerk en dat is niet gewoon natuurlijk bij een lokale omroep. Meestal is het Spakenburg, Bunschoten, Eemdijk, maar nu Nijkerk in het Israëlcentrum. Christenen voor Israël. En het heeft best een link naar Spakenburg, want we hebben ook Spakenburgse gastvrouwen. Bijvoorbeeld Maria Pruis en Wijmpje Koelewijn. En waarom zijn zij gastvrouw? Wijmpje, waarom ben jij gastvrouw bij Christenen voor Israël? Ik heb heel veel liefde in mijn hart voor Israël, voor het land Israël. En vooral voor het Joodse volk. Dus ik doe dit met heel veel plezier om hier één dag in de week gastvrouw te zijn. En Maria, jij bent niet echt gastvrouw, maar je hebt wel de link met Christenen voor Israël. Wat betekent het voor jou? Ik zeg altijd, als het volk Israël er niet was, het land Israël, dan zouden wij ook de Heer Jezus niet kunnen kennen. Hè? Het is mij altijd, het ligt me altijd na aan het hart als ik iets over Israël hoor. Het is ons verbondsvolk. De oogappel van de Heer. Marianne Glashouwer, gastvrouw ook en iemand die er heel veel van weet hier in het Israëlcentrum. Wat houdt nou Christenen voor Israël in? Nou, Christenen voor Israël bestaat al meer dan 30 jaar. En we proberen om met woord en daad het Joodse volk te steunen. We geven daartoe een gratis krant uit om ook eens wat ander nieuws over Israël te brengen. En we steunen in Israël allerlei humanitaire projecten. Bijvoorbeeld de gaarkeukens in Jeruzalem, waar ook heel veel Holocaust-overlevenden naartoe komen om één keer per dag een goede maaltijd te houden. En hoe doen jullie dat? Jullie hebben een centrum waar dingen gekocht kunnen worden. Hoe gaat dat? We hebben hier ons Israëlcentrum, Christenen voor Israël, maar ook het Israël Productiecentrum. We hebben een prachtige winkel, daar worden producten verkocht die allemaal in Israël zelf gemaakt zijn. Vaak door heel kleine bedrijfjes, eenmansbedrijfjes. En dat varieert van heerlijke wijn van de Golanhoogte tot schoonheidsproducten van de Dode Zee. Ja, en allerlei echt typische Joodse kleinoden, zou ik bijna zeggen. Ja, heel mooi om eens te zijn. Ja. Even inhoudelijk, we staan hier in de ruimte van de expositie. Ja. Er is nu een expositie over Dov Nash. Kun je daar wat meer over vertellen? We hebben in de zomermaanden altijd een expositie. Dat doen we nou denk ik al wel zo'n jaar of 8, 9. En deze zomer gaat het speciaal over Dov Nash. Nou, Dov Nash is een Joodse man die in 1930 in Hongarije is geboren en toen als jongetje van 10 jaar op de veewagon gezet is en daar met zijn familie richting Polen gestuurd is, naar Auschwitz. En daar heeft hij als een van de weinigen van zijn gezin heeft hij het overleefd. Daar heeft hij natuurlijk de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Na de oorlog is hij naar Antwerpen gegaan, daar is hij getrouwd, daar heeft hij kinderen gekregen, maar eigenlijk heeft hij altijd die nare herinneringen gehad en nachtmerries. Maar hij kon er eigenlijk nooit over praten. Dat gebeurt meer, hè? Ze niet kunnen praten. Het was te erg, zou je het kunnen zeggen. Het was gewoon te erg. Maar nu wil hij toch ook dingen doorgeven. Hè? Als overlevende beseft hij dat hij een verantwoordelijkheid heeft tegenover al diegenen, die 6 miljoen die omgekomen zijn, vermoord zijn, om het door te geven. Vooral in deze tijd. En waarin ook het antisemitisme ook weer zo enorm naar boven komt. Dus doorgeven aan scholen, aan jonge mensen, overal waar hij maar, hoewel hij het heel erg moeilijk vindt, maar toch, hij voelt die verantwoordelijkheid en hij heeft ook een heel groot vertrouwen in God, dat hij hem zal helpen om dit zo door te geven. Ja, wat heeft hij precies gedaan met zijn kind en kleinkind? Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Voor het eerst heeft hij met zijn zoon Ronnie en zijn kleindochter Oria heeft hij verteld over de verschrikkingen in het kamp. En daartoe zijn ze gegaan naar Auschwitz. Daar wordt ieder jaar een tocht van de overlevenden gehouden, de March of the Living. Daar komen Joodse jongeren van over de hele wereld naartoe om deze dag, dat is de Holocaust herdenkingsdag, om dat te herdenken. En ze gaan daar naartoe met grote groepen om daar te lopen in Auschwitz. En daar is hij ook geweest samen met Ronnie en Oria, zijn dochter en kleindochter. En met z'n drieën hebben ze zo die tocht beleefd. Nou, dat was natuurlijk heel
aangrijpend voor Dov, maar ook voor zijn zoon en voor zijn kleindochter. Omdat ze nu echt met eigen ogen konden zien hoe het geweest is. Heeft hij toen ook kunnen praten daarover? Ja, maar wel heel met veel emotie, zal ik maar zeggen. Ja. Het is heel moeilijk voor hem om daarover te praten. Maar ja, omdat hij zo gedreven is om het door te geven, heeft hij toch geprobeerd om daarover te praten. Ja, ik sta zo vol aandacht te luisteren. Wat doet het met mensen? Hoe reageren mensen hierop? Hier, als ze hier in de... Ja? Ja, heel verschillend. Want het is, als je er doorheen loopt, dan zie je wel dat het een heel aangrijpende tentoonstelling is. Het verhaal van Dov, waar we mee beginnen. En dan het verhaal van zijn zoon Ronnie. Het verhaal van kleindochter Oria, die op punt staat om te trouwen. En mensen reageren ook heel verschillend. Sommigen zijn heel lang bezig om naar al die filmpjes te kijken die vertoond worden. Maar ik heb ook een mevrouw ontmoet die er naar 10 minuten weer uitkwam met tranen in haar ogen en zei, nou, ik kan hier niet langer naar kijken, want ik vind het zo erg en er komen weer zoveel herinneringen boven. Zij was ook een overlevende? Had het mee te maken en ze was ook al wat ouder, dus ze heeft natuurlijk ook als kind dat allemaal meegemaakt. Dus zo hebben we hier als gastvrouwen heel veel gesprekken met mensen die hier op de tentoonstelling komen, omdat het bij sommigen echt emoties oproept. Hoe lang is deze tentoonstelling nog hier? Dat kan nog tot eind augustus hebben we die hier. Dus kunnen mensen nog komen kijken. En ja, we als gastvrouwen en gastheren, we zijn wel met 20 in aantal zo'n beetje, ontvangen we de mensen hier, we geven ze een kopje koffie of een kopje thee, we vertellen iets over de tentoonstelling. En tussen de middag is er altijd soep te krijgen, eigen gemaakte soep. Dus ja, we proberen gewoon mensen hier zich welkom te laten voelen en ook iets door te geven van wat onszelf bezighoudt, wat ons motiveert. Die hulp aan dat Joodse volk. Nou denk ik ook, het is goed om het door te geven, hè, dat zeggen we steeds. Maar is het ook geschikt voor kinderen? Als mensen denken, ik ga hier met mijn kinderen heen. Ja, voor kinderen hebben we eigenlijk een beetje een speciaal programma. We hebben een vragenboekje samengesteld. En aan de hand van dat vragenboekje kunnen zij de tentoonstelling doorgaan. Het is niet zo dat hier allerlei gruwelijke beelden vertoond worden, hè, die je wel ziet bij die filmpjes over de concentratiekampen. Dat niet, dus we kunnen met een gerust hart hier ook kinderen ontvangen. En we hebben ook al diverse scholen gehad, groepen met kinderen die hier doorheen lopen en het heel leerzaam vinden ook. En weer, als het ware, wat ze op school geleerd hebben, daar een soort herkenning ook weer in zien. Tot slot, antisemitisme. Is het nu weg? Is het de wereld uit? Ja, dat is eigenlijk iets onbegrijpelijks. Vooral als je hier bent in deze tentoonstelling en je ziet wat er al die jaren geleden gebeurd is, dat in onze tijd het weer helemaal naar boven komt. Hè, zelfs in Nederland. Ik woon zelf in Amersfoort. We hebben daar de opperrabbijn Jacobs, die zijn huis beveiligd moet worden. Allerlei camera's staan er op zijn huis. Hij zegt, als ik door de straten hier in Amersfoort loop, dan word ik beschimpt en dan krijg ik opmerkingen. Want hij is natuurlijk heel herkenbaar ook als Jood. Dus ook in Nederland is het antisemitisme weer, komt naar boven. En ja, als je nu kijkt naar dat verbod op het koosje slachten, die wet. Als mensen zouden weten hoe dat ingrijpt, ja. Hoe dat ingrijpt en hoe Joodse mensen zich daardoor enorm ook in de steek gaan laten voelen. En daarom zijn wij bezig om ze te laten voelen, jullie staan er niet alleen voor. Er is van de week weer een kleine delegatie naar Den Haag geweest om te protesteren tegen het bezoek van Abbas. We laten ze weten, jullie staan er niet alleen voor. We houden van jullie, we houden van de God van Israël. En we houden van jullie als uitverkoren zoon van de God van Israël. Het is toch zo duidelijk als wat? Christenen voor Israël. Juist. Dankjewel, Marianne Gansauer. Heel graag gedaan.